Leo Spinkaf. Arjen Kortleven. Aangenaam. Ik ben Leo Spinkaf. Ik ben major buiten dienst. Ik ben Arjen Kortleven. Ik ben student op de Christelijke Hogeschool in Ede. Daarnaast ben ik militair reservist bij de Koninklijke Landmacht. De eerste vraag, wat betekent vrijheid voor u? Dat zie ik dan wat meer in de context van het heden. Ja. Vrijheid, zeg ik, van dat is dat je je mening helemaal eerlijk kan geven. En hoe ervaart u dat zelf hier in Nederland? Dat toch een beetje minder wordt. Je wordt heel snel, moet je je mening hebben over iets. Maar het moet wel de goede mening zijn, want anders praten mensen niet meer met je. En dat is niet de vrijheid die ik eigenlijk zou willen. En wat ik onder vrijheid versta. Ja. Wat betekent vrijheid voor jou? Ik denk dat je kan leven zonder angst. Dat je niet de angst hebt dat er elk moment wat kan gebeuren. Dat klinkt heel stom, maar dat je kan doen wat je wil. Zonder dat je bang bent voor extreme consequenties. Dat is natuurlijk wel binnen de wetten natuurlijk. Dat je alles kan doen wat je wil zonder dat je de anderen mee belast of beschadigt. Ja, je hoeft mensen niet te kwetsen. Nee, precies. Nee. En hoe ervaar je die vrijheid op het ogenblik in Nederland? Persoonlijk ervaar ik heel veel vrijheid erin. Je ziet wel dat er steeds meer verschil. Mensen groeien steeds meer uit elkaar. Iedereen is veel meer op zichzelf gericht. Maar ik denk dat we in Nederland nog steeds wel kunnen spreken van vrijheid. Ook al maken we het onszelf steeds moeilijker. Helemaal als je naar andere landen kijkt, bijvoorbeeld nu zoals Oekraïne. Dat we dan echt dankbaar mogen zijn voor de vrijheid wat wij hier nog hebben. Ik kan dus wat meer vertellen ook over de missie die u hebt gedraaid daar. Mijn uitzending die begon een beetje heel slecht. Want tijdens de voorbereiding was er een mijnongeval. En dat was precies daar waar ik naartoe moest gaan. En daar is dus een sergeant verongelukt. Dat is sergeant Martens was dat. En toen moest ik daar naartoe. Hoe was dat voor u om dan daar naartoe te moeten? Toen ik daar eenmaal was, heb ik daadwerkelijk meegemaakt dat de Argentijnen die daar zaten, dat die ook een ongeval hadden met een mijn. En er was dus ook een voertuig opgereden. Die werden dus ook met militaire ere afgevoerd. Nou, dat maakt indruk. Dat is echt, dan heb je koude rillingen. En dan weet je ineens dat, dat je in een gebied zit wat heel raar kan zijn. Ja, ik denk dat dat ook wel heel erg laat zien dat wat vrij beperkt is. Als je dan niet eens meer normaal over de weg kan rijden. Het meest gekke is, als je dan terugkomt uit zo'n uitzending, ook nog een hele lange tijd. Volgens mij zit er nog steeds een beetje in me, dat ik heel erg naar het middelpunt van de weg als ik rij. Want de bermen zijn het gevaarlijkst. Dus, en daar wil je zo ver mogelijk van afblijven. Dus dat is echt iets wat ik heel lang heb ervaren. En af en toe betrap ik me er eigenlijk nog wel op, dat ik dat toch bij me heb. En hoe was het dan voor u om daar ingezet te worden? Voelde het dan dat u hun kon helpen in bepaalde dingen? Onze aanwezigheid moest het zijn, want er was geen stevig mandaat. Als lokaal iemand zei van nou, ik vind het niet leuk en die legde een tak over de weg, dan mocht ik er niet eens die tak opruimen. Want dat moest dan eerst allemaal onderhandeld worden en als die tak dan weggehaald werd door hun, dan kon ik doorrijden. Wat ik wel durf te zeggen is dat het een hele hoop mensen hun leven heeft gered dat we daar zaten. Want er hoefde maar iets te gebeuren of het kruid werd weer aangestoken, zou ik maar zeggen. Heeft u zichzelf wel eens niet vrij gevoeld? Nou, in Nederland heb ik me altijd wel vrij gevoeld. Maar binnen een missiegebied leg je het je eigen op voor je veiligheid en voor anderen. Dat je heel veel beperkingen hebt. En als je dan in Nederland komt, dan heb je iets van, hier kan het. En dat heb ik even een tijdje niet kunnen doen. Ik kon gewoon door het bos hardlopen in een uitzendgebied. Dan heb je dat soort dingen niet. Maar het was wel gek even de eerste keer weer. Stel, alles is mogelijk. Wat zou u willen veranderen aan de wereld? Eigenlijk ervoor te zorgen dat mensen naar elkaar luisteren. En een begrip voor elkaar hebben. Dus dat is het allerbelangrijkste. En dat zou ik graag willen veranderen als dat zou kunnen. Maar ja. Ja, ik denk dat ik zelf ook bij dat luisteren, dat ik daarbij aan zou willen sluiten.
door te vertellen en te luisteren, dan kan je samen een verhaal maken. En als je alleen maar vertelt, hoor je de ander niet. Een persoonlijk iets kan nooit fout zijn als jij het als zodanig ervaart. En als anderen daarna luistert, dan kun je toch het begrip gaan krijgen. Dat is het belangrijkste, dat mensen gewoon meer open naar elkaar toe zijn. En dan krijg je ook daardoor dat men begrip voor elkaar krijgt. En dat kan een hele hoop conflicten voorkomen. Goed, ik wou je hartelijk bedanken. Ja, u ook hartelijk bedankt voor het delen van uw verhalen. Ja, graag gedaan. Zullen we die kant op gaan?